Hi, en wat superleuk dat je kijkt naar een gloednieuwe shopvlog. Mijn naam is Willemien van het YouTube-kanaal HS4L. En vandaag heb ik weer een gloednieuwe Big Bazaar shopvlog. Om te beginnen heb ik gewoon voor nood een nieuwe toeslang moeten kopen. Die is maar 3 euro daar. Want die van mij die ging een beetje scheuren. Ik denk voordat hij helemaal stuk is. Dus had ik deze bij Big Bazaar gekocht voor 3 euro. Dat is sowieso echt niet duur. En aangezien de kat weer heel vaak chillt en ik het heel gezellig vind om een huisdiertje te hebben, heb ik een hele handige dingetje gehaald. Een rekje, die kan je zeg maar bij de verwarming zo vastmaken eromheen. En dan kan je katten zo lekker ophangen. Kijk, hier zitten van die handige pootjes aan. Dus dan kan je hem zo om de verwarming heen hangen. En ik heb echt een hele lelijke verwarming. Dus ik ga dat gelijk eventjes toepassen. En dan kan de kat daar heerlijk op slapen of op hangen. Dus ik zal het straks eventjes gaan checken hoe dat ongeveer. Oh, ik weet het al, hij moet zo. En je kan ook nog het ritsje losmaken en dan kan je hem wassen. Ik ga het even proberen trouwens. Kijk hoe leuk. Dan kan hij daar op chillen. En hieronder heb ik dan die dingetjes. Moet ik even een beetje nu anders neerzetten. Maar dan kan hij daar lekker op slapen. Goed, dan ga ik weer verder met alle leuke items. Ik vind het jurkje die ik aan heb vandaag ook super cute. Die heb ik ooit voor 2,50 gekocht in een winkeltje. Alles was toen 2,50. Deze leuke oorbellen erbij. Die weet ik niet eens meer waar ik die vandaag volgens mij Zeeman of zo. Make-upje heb ik op aangepast. Die heb ik bij de Big Bazaar wel van een duur merk. Volgens mij van Max Factor of zo. En een lippenstift heb ik op. Die heb ik net ook bij de Big Bazaar gehaald. Dat is een van mijn favoriete lipsticks. Die kan je alleen bij de Vibra en de Big Bazaar krijgen. Die heet Delia Cosmetics. Die is normaal nog rond de 4 euro daar. Kijk hoe ontzettend een leuke verpakking. Maar deze tint 605 en 602 gaan eruit. Dus was deze die ik nu op heb. Beetje roodachtig, kijk. Met heel veel glitters. Die was 2 euro. En deze met roze was ook 2 euro. En het kan best wel zijn dat ik één van die twee ooit gehad heb. Maar hij gaat er nu uit. Limited edition. En ik vind hem zo mooi. En die andere is volgens mij al bijna op. Kijk hoe gaaf. Oh, word ik echt heel blij van. Rood en roze zijn mijn lievelingskleuren. En dan had ik nog voor 6 euro een hele mooie legging. Het is nu nog echt te warm voor. Maar ik dacht, waarom ook niet, dat ik alvast een haal lekker voor 's avonds. Kijk, leuk stofje ook. Ik heb wel maat ML gedaan. Ik doe niet dat het te strak bij mijn buik zit. Je had hem ook nog in XSS, maar dat is denk ik weer te strak. Kijk, wat een leuk patroontje. Je had hem ook nog iets met roze tinten, maar dit is echt mijn lievelingskleurtje. Zo 6 euro. Oh ja, en die kattenhangmat. Die was trouwens maar 8 euro. Dat is ook echt niet duur. En dan had ik nog voor 1,50 deze kattensnackjes. Daar zit vloeibaar vlees in. Die kun je zo uitdrukken en dan hebben ze lekker even een snackie. Dus die is ook niet duur. Even kijken wat ik nog meer bij de Big Bazaar. Voor 2 euro had ik deze Gliskuur Wintercare. Maar ik doe die altijd zeg maar als ik onder de douche kom. En dan moet ik echt altijd even flink dit doen. Voor de knuppen in mijn haar. En deze ruikt ook nog super lekker zoetig. Dit is echt leuk ook. Leuke verpakking. Dus daar ben ik ook wel blij van. Even kijken. Dan had ik nog handige. Hier ook 2 van. Vis, zalm en nog een kip. En die blikken met voer was volgens mij 80 cent. Voor de kat. Oh ja, nee 99 cent. Maar ja, Miss Perfect kattenvoer. En dat vindt echt. Mijn kat is best wel kieskeurig. Want van die kleine zakjes met van dat hele kleine stukjes vlees, dat eet hij haast niet. En dit is echt grove stukken vlees. Dan zit hij echt te schranten. Dat vindt hij echt vet lekker. Dus ik denk dat dit normaal wat duurder is. Nou ja, hier kan ik wel 3 dagen mee doen ongeveer voor hem. En voor een vriendin van mij heb ik een doosje gekocht waar je dus sigaretjes in kon doen. En die was maar 1,30 euro. En ja, weet je, ik wil niemand stimuleren natuurlijk. Maar die persoon die stopt ook sowieso niet. En ik dacht, dan heb je in ieder geval een leuk pakje om je sigaretten heen. Dat is ook echt leuk. Even kijken, dan had ik nog voor 60 cent tanden staan met kruidnagel sensitive. Ik heb op zich nergens last van hoor, met mijn tanden kiezen. Maar ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld bepaalde oorpijn heb. En dat straalt dan helemaal door zo in je mond. En ik heb mijn verstandskies een stukje eraf.
En als je geen last wil hebben, dan is het altijd wel fijn dat je een tandpasta gewoon hebt die wel goed is. Dit is dan kruidnagelsensitief, kalmeert en verlicht bij gevoelige tanden. Dus 60 cent is ook echt niet duur. Even kijken hoor. Oh ja, en dan had ik nog een handige voor de douche. Want ik had een andere, die was een beetje gaan schimmelen en lelijk geworden. Zo'n trekker. En die raamwisser noem je het. Oh, er stond volgens mij een euro voor, maar hij was 1,60. Nou ja, prima. 1,60 voor zo'n ding. Het is wel gewoon fijn om even een schone frisse weer te hebben. Nou, dat was het. Dat was de Big Bazaar shopvlog. In ieder geval had ik dus gekocht de kattenradiator hangmat van 8 euro. De dameslegging van 7 euro. Kattenvoer was 99 cent. Die snackje 1,50. Dan nog zo'n sigarettenhoesje cadeau geven 1,30. De raamwisser 1,60. Nou ja, dan de conditioner glisspray was 2 euro. De lipstickjes waren 2 euro. En de tandpasta 60 cent. Nou, totaal was het 32 euro en 7 cent. Vond je deze Big Bazaar shopvlog leuk? Doe dat duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal HSVL. Leuk als je een reactie achterlaat. En ja, dan zie ik jullie snel weer. En laat me even weten wat jij van deze spulletjes het leukst vindt. En dan zie ik jullie gauw weer. Doei! Mijn volgende shopvlog is een Zeeman shopvlog.